Ajax A1 tegen AZ A1. Een kraker in de Eredivisie voor A-junioren. De nummer 1 AZ tegen de nummer 2 Ajax. Twee teams, de enige twee teams die nog ongeslagen zijn in de competitie na twee wedstrijden. Beide dus 6 punten. En een mooi paasje. El Azouzi is weg naar de paas van Nouri. El Azouzi, mooie kapbeweging. Haalt hij dat? Nee. Opgeruimd door Carabacal van de Beek nog. Nouri en Vincenzo Dekker. Schot geblokt. Eerste kansen voor Ajax. Na een kleine 2 minuten. Doorzichtige paas van El Maghdioui. En dus weer de omschakeling van AZ. En daar is het 1-0. Voor de bezoekers. Dodeman is de doelpuntenmaker. Eén slechte bal van Ajax en AZ is er vliegensvlug uit. 9e minuut wedstrijd. 1-0 AZ. Lart, die glijdt uit als hij die bal naar El Azouzi wil spelen. En dus weer AZ met Sigurdsson, de IJslander. Paas binnendoor is goed. En daar Bergsma nog net met het voetje. Goed gedaan van Leon Bergsma. Ajax heeft moeite met AZ. Dekker tegenover Carabacal. Dekker, mooie voorzet. Bal wordt weggewerkt van de Beek. En daar is de gelijkmaker voor Ajax. Het eerste echte schot op doel. En het is direct raak. Donny van de Beek is de doelpuntenmaker. Larti van de Beek. Neemt er goed mee. Van de Beek gaat hij schieten. Trekt hem voor. Bij de tweede paal glijdt El Azouzi hem naast. Daar heeft hij spits. Die topscorer van Ajax pech. Komt Snow rustig. Wel ingeleverd nu. Larti. Goed gedaan. Terry Larti speelt 3 man uit. Daardoor wat ruimte nu voor Van de Beek. Van de Beek. Tjerni vrij in het midden. AZ weer terug. Van de Beek, mooi. Tjerni, nou. Tjerni, maak het af. Tjerni, 2-1 voor Ajax. Meer dan verdiend in deze tweede helft. Ajax heeft het heft in handen genomen. En na ruim een kwartier in de tweede helft is daar de verdiende voorsprong. En Vaslav Tjerni doet waar hij goed in is. En dat is doelpunt te maken. Dan mag Dewey. Mooie paas. Ineens naar Clement. Clement verlengt. Maar kan geen kracht geven. Sigurdsson met de vrije trap. Dankelui. Naar Bulut. Wat minder gepolijst dan Tjerni. Als linksbuiten. Maar dit doet hij goed. El Maghdioui, de omschakeling van Ajax. Clement. Clement. Gaat hij schieten. Hij lopt hem naar El Idrissi. En daar is het 3-1 voor Ajax. Wat een uitstekende counter. De wedstrijd is beslist door Adam El Idrissi. En dan doet Bulut dat toch uitstekend. En is ook het paasje van Clement precies op maat. De buit lijkt binnen. Of komt AZ nog? Met Tesselaar. Nee, Mirani. Sterk. Goed gedaan. Vissers. Wat wild naar El Idrissi. Kramer zit daartussen. Weer Mirani. El Idrissi. Weer de omschakeling van Ajax. Clement. Bulut helemaal vrij. Samen met Bulut. 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 Bijna de 4-1. En daar is het eindsignaal. Ajax wint met 3-1 van AZ. Na een eerste helft die qua kans in ieder geval en qua doelpunt in evenwicht was. 1-1 bij rust. Ajax wel voetballend de bovenliggende partij. Maar pas na rust kan het ook echt terug op het scorebord. In het begin een beetje stroefjes begonnen aan de wedstrijd. Maar daarna hadden we het wel goed opgepakt en toen lieten we het zien hoe het wel moet. En toen zag je dat het goed ging lopen. Ik denk dat het ook een kwaliteit voor ons is. Ik bedoel, we coachen elkaar erop van, hey, kom jongens, even een tandje feller. En ja,
even goed besproken waar de winst eigenlijk voor ons lag. Maar het is natuurlijk een knappe overwinning, want AZ is ook gewoon een lastige ploeg om tegen te spelen. Vooral met de counters zijn ze heel gevaarlijk, dus een mooie overwinning. We zijn bijna onverslaanbaar en we moeten het zo houden en vooruitkijken op Youth League en daar ook het liefst winnen.